Juist, goed deze. Hey, op dit moment ben ik de video aan het editen, maar ik heb helemaal geen intro opgenomen. Ik dacht, ik doe het even bij deze. Hi, leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is een... Ik weet niet of het een vlog kan noemen, ik heb niet genoeg gefilmd. Maar afgelopen zondag ben ik naar de oefenkross in Heino geweest. En daar zijn deze clips van. Ik neem jullie mee in deze dag. Ik heb een rondje 60 gesprongen en een rondje 80 gesprongen. En dit was voor Spirit de tweede oefenkross die ik met hem heb gereden. Oké, nu hebben we de moeder ook op film. Ja. Hier doen we het voor. Familieritueel. Wat zei je? Laatste woorden voor de koers doodgaan. Ik ga niet dood. Oei. Denk je dat ik doodga? Heb je al een intro opgenomen? Nee, niks opgenomen. Nee. Oh ja, jij was een loser en geen YouTuber, hè? Oh ja, voor de eerste internet. Ja, dat is al wel eens eerder gebeurd, hè? Maar van fouten leer je. Ja, daar was ik bij. Ja, van fouten leer je. Dus deze keer wordt het zitten, hakken naar beneden en de eerste hindernis is over. Achterover. Nu wel. Zo. Doen we nu al. Je hebt je handen vol vandaag. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, ik ga dus even nog een voice-over doen tijdens het losrijden. Tijdens het losrijden was Spirit heel erg fijn. Hij was wel ontzettend kijkerig. Ik weet niet of je daar zijn staart omhoog ook even zag. Juist. Verder qua springen vond ik hem echt heel erg fijn. Echt 1000 keer meevallen. Juist. Sorry, ik snij jou af. Dan weer verder nog lang bij de start. Ja, ja, ja. Stap. Ja. Oh, dat hoop ik ook. Het was dus de tweede oefenkross die ik met hem ben gestart. Okay. Ik ben bij een ander oefenrondje ben ik er voor de eerste in. En is nou, afgevallen ja. Omdat hij probeerde om te draaien. Wel. Hij is best wel onzeker tijdens het wegrijden. En bij vorige oefenkrossen kwamen we nog niet lekker in het ritme. Dankjewel. Kom maar, braaf. Ga door. Ga door. Ga. Kijk maar. Nou, hier heb ik dus ook een weigering. Dat is braaf. Dat had ik ook verwacht. Ik probeer hem alleen maar daar aan te moedigen. Daar keek hij nergens naar, hè? Even daarna opnieuw aan te rijden. Oh, daar wou hij niet omdraaien. Juist. Kom. Kom, 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 kom. Ja, uit. Braaf. En nu is... Kom, 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 kom. Ja, uit. Succes. Ga door. En dat weigeren wat hij doet, dat heeft hij vorige keer eigenlijk de hele goed show. Kom. Dus wat dat betreft ga door. Ben ik echt heel blij het dat hij het hier kom. Alleen maar in het begin deed. Kijk hier. Je kan het echt. Stopt hij weer. Juist. Braaf paard. Nee, we gaan niet helemaal terug. En hier dacht hij ook weer, nou, we gaan gewoon naar huis. Ik ga het omdraaien. Goed zo. Zo, brave jongen. Hi, hi. Knap paard. Nee, we gaan door. Goed gezien. Juist. Braaf. Ik ben trots op jou. Wat heb je een mooi tempo. Ja, ga door. Kan jij. Kom. Kijk, en hier bij de derde hindernis heeft hij weer een weigering. Goed hoor. Ik vond deze zag ik ergens ook wel aankomen. Dat het een smalletje is. Daar houdt hij sowieso niet van. Heb ik hem even laten kijken. Ik had daar het gevoel dat hij meer keek naar de mensen achter de hindernis dan naar de hindernis zelf, maar... Nee. Draaien. Kom maar. Goed bezig. Juist. Goed gedaan. Ja. Goed bezig, jongen. Ga door. Braaf, we gaan er langs. Kom. Ja. En het open veld, en dat sprong die echt heerlijk. Hierna had ik ook echt het gevoel alsof die aan was. Dat was super fijn. Ga door. Ga door. Juist, je bent knap. Super.
Ga door. Juist. Homer. Homer. Je bent zo knap, paard. Ga rustig naar beneden. Goed zo. Ga door. Juist. Even kijken. Juist, oh sorry paard, braaf. Goed bezig. Aan de kant. Dankjewel. Ga door, knap paard. Die bak. Nou, in principe qua hindernis vind ik dat hij hem best moet kunnen. Ah nee, ik rijd eromheen. Dat was vrij duidelijk. Hij deed het niet. Ja. Jammer, maar toen ben ik doorgegaan. Hij kan het wel. Maar ik wil niet achter haar. Ga door. Goed. Kom maar. Juist. Naar beneden. Ga door. Kom. Juist. Trots op jou. Goed bezig. Oh, let op. Ik kijk niet eens naar die beren. Ja, knap paard. Oh. Goed, let op. Goed bezig. Ga door. Ga door. Ga door. Juist. Juist. Zo. Lekker! Knap paard! Oh, je bent zo vet! Ja, dat is spannend, maar je doet het goed. Je doet het heel goed. Wat is dit? Dit is water. Oh. Oh, maar. Ik weet het niet meer. Goed, ga door. Gewoon voorwaarts. Juist. Kom maar. Je moet er wel voor blijven. Juist, goed zo. Kom maar. Ja. Blijf ervoor.
mag er eventueel aan de zijkant in en dan mag je inlopen en dan mag je hier opspringen en dan mag je nog wel een keer proberen. Er is nog een zijkant. Brave jongen. Ja, goed bezig. Hey, kijk. Ja, als je slim bent, ga je achter die aan zo meteen. Ja, ga je gang, man. Kom. Juist, juist. Goed zo. Ja. Goed. Ik draai een rondje, maar ik vind het goed zo. Misschien wil die mee. Goed bezig. Kom maar. Juist. Oh, braaf. Oh, superpaard. Je voelt hem wel trekken. Ja, was er wat. Ja, dat was een beetje overmoedig bij die bak. Want hij kan het zat. Hier, dit is de video. Ja. En toen kwam dat paard ook niet bij, toen dacht ik ja, inderdaad. En dan? Ja. Maar daarna. Oh, leuk! Ik weigerde! Oh, ben je wel door de waterbak geweest? Ja, wel aan de zijkant, maar hij ging er zonder hulp in. Lekker! Oh, dankjewel! En ik ging over de finish en hij liep in één ruk naar die waterbak en hij stilde zo zijn kopje. Nee, oh kind! Ja, hij ging gelijk drinken. Wat zei je? Ja, een rondje 80, ik zet hier alleen de eindjes. Juist! Dank je! Ga door! Goed gedaan! Juist, goed bezig! Juist! Hier spring ik weer het veld op en reed ik mijn lijntje en dramatisch. Er is een superduidelijk pad, zie ik nu, maar ik sneed hem af. Maar hier ging het mis. Oh, ja, daar schrok ik best wel van. Hij sprong dus met zijn voorbenen en hij bleef met zijn achterbenen staan. Oh ja, hier hij redde me wel, maar... Hebben even gekletst en hebben mensen gekeken naar me, maar eigenlijk merkte ik niks aan hem. Ja, zeker. Toen heb ik toegestaan om besloten om door te rijden. Goed bezig, dat waar. En nou ja, hierna merkte ik hoe hij weggaloppeerde en hoe hij alweer aantrok naar de volgende hindernis. Dat is daar eigenlijk niks aan het overhouden, gelukkig. Ja. Maar ik was er wel van te schrokken, dus ik heb daarna voorzichtig verder gereden. Oh maar. Oeh. Ja, ik heb alle geroepstroepen van de tweede rondje eruit gehaald. Die hebben we al toch gezien. Oh ja, die hindernis voor die bak. Die ook niet. Maar eigenlijk verder ging die super goed. En merkte ik bij die heuvels en bij die bosbaantjes juist dat ik hem terug moest rijden. En ik heb eigenlijk sinds dat ik Spirit heb nog nooit qua tempo terug hoeven rijden. Omdat het gewoon niet voorwaarts is. Dus dat vond ik zo eng, super fijn. Verder, ja, hij gaf me dus echt een super fijn gevoel deze hele dag. Ik hoop dit zeker vaker met hem te gaan doen en dat het alleen maar beter wordt. Kijk eens wat een stoere pony. Ja, goed zo, ga door. Hoe moet je vaker doen? Hier bleef mijn knie hangen. Plank bleef mijn knie hangen, ik deed best wel zeer. Zo, update 2, hoe ging deze ronde? Nou, eigenlijk niet best. Oh, vertel. Tijde, denk ik, die bank waar die voetballers naast stonden. Ja? Toen kon je met de voorbenen overheen, toen bleef hij achter staan. Dus toen stond hij zo. Nee! Ja, en toen sprong hij dus, ik weet niet hoe, maar toen kreeg hij achter er overheen. Dus toen heb ik een rondje gedraafd, hebben ze gekeken, hij liep goed. Mijn moeder stond zo. Oh. Maar toen zei ik tegen die vrouw, ja, moet ik stoppen of kan ik niet wezen, gewoon door. Vertrouwen, zie je wat aan hem? Nee. En toen
zij zei van ja, hij heet niet. Ga maar door. Dus ik heb toen over die lagen heen gedraafd en hij ging echt zo hard. Normaal moet ik hem echt vooruit rijden. En ik moest met hele vervoer echt alleen maar terug. Aan te rennen voor ons leven. Oh my god. Ik heb zo geen conditie. Welkom bij deze achter de schermen, Marijn. Ik sta hier samen met... Weet je nou nu? Met Sterre. En ik heb hier een statiefje staan. Sterre gaat klaar met de camera. Ik sta klaar met de camera. En we wachten erop tot jij aankomt. Tot zo. De schermen van ons die proberen... Oh, waar we net liepen, toch? Shit, ja. Wij proberen de waterbak te vinden. Kijk, we hebben een spoor gevonden van Maureen. Maureen is terug naar de trailer en we volgen haar op de Hans en Grietje manier.